Een aparte aftraptijd, zo dinsdagmiddag 4:30. Maar ja, wel een hele leuke wedstrijd. Met Rota die dus terug is. En u ziet daar de opstelling van Fortuna nog even. Maar Hansson, de oud-RKC'er, dus op de bank is beland. Zeentjes nu aan de linkerkant, Polter gewoon in de spits. Rienstra weer op het middenveld. En voorlopig geen kans voor Hansson om zich te laten zien tegen zijn oude club. Bij RKC dus wel een probleem met Touba. Ook Ola John er niet bij, maar dat was eigenlijk wel verwacht. Touba is natuurlijk een tegenvaller. Daardoor staat Nieuwpoort nu centraal. En daar wel iemand die zich kan laten zien tegen zijn oude club. Had eigenlijk niet eens heel veel uitgemaakt voor welke spits Grim had gekozen. Stokkers of Damascan. Allebei oud Fortuna. We beginnen met een minuut stilte. Ten nagedachtenis aan Henk van Delft, die op 83-jarige leeftijd overleed. Op zijn 10e werd hij lid van RKC. Was er zo'n beetje alles wat je maar kan bedenken. Begon als keeper, bestuurslid, teammanager. Hij is van alles geweest. Erelid was hij natuurlijk ook. En hij is dus overleden, werd zo op deze manier nog mooi geëerd hier in Sittard. Nu gaat Fleming diep, heeft Polter zich wat laten zakken. Schiet de bal door en is daar de eerste mogelijkheid. Voor zie een Fleming. Polter is weg uit de spits. Dan duikt de Fleming daarop. En staat Nieuwpoort volledig aan de verkeerde kant. En heeft hij het geluk dat Fleming de bal verkeerd raakt. Combinatie pakt goed uit daar. Nog een keer terug. Dit is vrij gespeeld. En het schot gaat maar net voor langs. Lekker gedaan door Van de Venne en Daniels. Die elkaar 3-4 keer de bal toespelen. Net zolang tot een van de twee in een kansrijke positie komt. En het wordt dus uiteindelijk Van de Venne. Maar weer via die linkerkant proberen. Waar Daniels het sowieso wel naar zijn zin heeft in de openingsfase van de wedstrijd. Fortuna jaagt weer door op Lamprou. En die blijft weer rustig. Dat doet Fortuna gewoon niet goed. Het druk zetten, als ze dat een keer doen richting Lamprou, gebeurt maar half, in ieder geval met de halve ploeg. Het gemak waarmee Lamprou dan weer een middenvelder vrij aan kan spelen, is opvallend. Meulensteen. Dat is een makkelijke bal voor Van Os. Hij wil nog wel eens, gewoon een vergelijkbare plek verwoestend uithalen hoor, Meulensteen. Pek Zwolle uit. Schoot iedereen werkelijk weergeloos de kruising in. Het is niet elk seizoenfeest. Zeuntjes. Tikt hem te ver voor zich uit. Het veld zal niet meehelpen. Heel veel slordige fouten. En Gonge geeft hem dan en daar is Stokkers en dan is het raak. Het begint bij het balverlies van Seuntjes en het is de oudspits van Fortuna die scoort voor RKC. Heel veel van dit soort fouten tot nu toe gezien en nu is het dodelijk. Het is een slim balletje van Nkonga en is de timing precies goed bij Stokkers. Voorzet te scherp voor Polter. Die een beetje duwt en trekt met Nieuwpoort. Zeuntjes. Hij komt er voor het doel. Fleming is daar natuurlijk ook. Daar is ze, zou je zeggen, voor Fleming de 1-1. Maar hij schiet hem ver naast. Zeuntjes doet hier alles goed. Kijkt, ziet precies waar de vrije man komt. En dat is niet een hele makkelijke bal natuurlijk. Rienstra goed ineens naar Semedo. Die heeft twee ploeggenoten voor het doel. Probeert het zelf en de rebound valt. In eerste instantie voor Polter, dan Seuntjes, dan Polter, maar weer net niet.
Semedo zoekt de verre hoek. Daar heeft Lamproe de bal voldoende. En ook nog net voldoende naar de zijkant om geen grote rebound weg te geven. Semedo kan door op Rota. 2 minuten komen er zelfs bij. Rota, nu dan een goede voorzet. Die is daar. Het doelpunt is daar ook, maar ik denk buitenspel. Polter zegt nee. Lamproe is nu al heel erg boos. Lamproe zegt ik leg hem gewoon vast neer, want deze wordt toch afgekeurd. Rota met de voorzet. Dit is geen buitenspel. Net is duidelijk. Het gaat op het moment van dat Fleming die bal raakt bij het doorspelen. Want Fleming raakt hem daar. Hier. Nou. Het scheelt in ieder geval heel weinig. Er is geel gegeven. In ieder geval nu aan Grim. Die zal blijven staan, ook al wordt hij nog afgekeurd. Nee, hij telt. Het is 1-1. Het doelpunt van Polter staat. En dan is het dus 1-1. Hier het moment van spelen. En dan is het dus net geen buitenspel. Hansom voor Seuntjes. Oud RKC'er erbij voor Seuntjes die een hele matige eerste helft heeft gespeeld. Bal Rienstra. Leeg door Kwasten. Mocht RKC winnen, dan komen ze op 15 punten. En dat is evenveel als het hele vorige seizoen had. Nou was het natuurlijk niet een heel seizoen, maar toch. Het zegt wat over het verschil dat er dit seizoen is. Voorzet van Ngonge geblokt. Polter, Fleming, Semedo ligt op snelheid. Die bal schiet door, dan is daar inderdaad Semedo. Kwast had hem niet voldoende, nu wel. Hansom mag nog steeds door. Het schot is dan wat teleurstellend. Stokkers. Tahiri, waarom neemt Fleming daar zoveel risico? Dat is Hens. En dat is Hens van Jansen. Ja, die komt hier echt weg hoor, met geen geel. Dit is toch het onderbreken van een veelbelovende aanval wat hij hier doet. Hij slaat die bal weg. Dit is een 100% gele kaart. Niemand gun ik rood, maar de regels zijn de regels. Dit is handig van Polten. Hansson legt breed en nog net aangeraakt. Fleming niet met zijn eerste kans van de wedstrijd. Teki kan door. Polten ligt wel, maar Fortuna houdt de bal. Cox. Die wordt behoorlijk vastgehouden. Ik denk dat Niels krijgt er vast ook geen geel voor. Hij heeft gelijk. Hansom. Bal kan naar Rota. Voorzet van Rota. Daar is Fleming. Krijgt hij nog goed voor? Ja, daar is Polter, maar die komt hem naast. Wat een kans voor de spits. Dit had 2-1 moeten zijn. Geen overtreding natuurlijk van Fleming. Ja, onbegrijpelijke missen. Semedo. Vrij trap voor hem. Fleming. De bal zwabbert en is dus heel lastig. Je ziet Lamproe toch wat laat reageren. Omdat hij dus wel zeker moet weten waar die bal naartoe gaat. Zeg slim inworp. Fleming. 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 Daar zit Lamproe ook nog even bij met een handje. Ja, aan de hoeveelheid pogingen ligt het niet. En met de kwaliteit van deze was ook niet zo heel veel mis natuurlijk. Goeie bal van Semedo. En een hele verrassende, maar ook een hele goede poging in de korte hoek van Fleming. 8 minuten erbij. Ik moet zeggen, ik had verwacht dat er extra tijd op zou lopen. Met de 8 had ik nou ook weer geen rekening gehouden. En hier is Polter. Polter om Lamproe heen. Zelf scoren kan niet meer. En Lamproe met de sliding dan. Polter moet hem sneller voorgeven.
met Lampruso uit zijn doel. Hij geeft de keeper de kans om er nog tussen te komen. Dit doet hij goed, maar dan moet hij hier eigenlijk meteen voorgeven. Maar hij wacht, hij kijkt en Lampruso denkt te ingrijpen. Jansen kopt. Zo. Teken je er maar weer eens tussen. Cox was nog aan die kant na het nemen van de corner. Lamproe gaat terug. De bal moet naar Polter of Zarmedo zelf. Zelf kan ook. Het is 2-1 voor Fortuna. Cox in eerste instantie met een klein beetje geluk. Maar dan doet hij dit natuurlijk geweldig. Prachtige paas van Cox. Maar weer eens een assist van hem. En hij kan hem ook op Polter leggen. Maar hij heeft nu maar één doel. En dat is het doel. Dus misschien wat extra tijd door het doelpunt en het juichen daarbij. Ja, wie weet. Gaan we naar de 9. We zijn er nu toch. Hier is Tahiri. We slingeren maar richting het strafschopgebied. Dat doet hij, maar net niet voor iemand bij RKC. Die er wat mee kan. Van de Venne. Zo. 1-2 met Van de Venne. Van de Venne in de 16. Uit de kluts valt hij goed en is het geen 2-2. Hoe is het mogelijk? Tamashkan had de tweede oudspits van Fortuna moeten zijn die hier scoorde vandaag. Na Stokkers. Na 99 minuten voetballen wint Fortuna van RKC. Zwaar, zwaar bevochten. Uiteindelijk verdiend. Maar dat had natuurlijk ook op vele manieren heel anders nog af kunnen lopen. Het had 2-2 kunnen en moeten zijn. Maar uiteindelijk is de treffer van Semedo de winnende.